Danny's kilt aan de blauw, van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Sander? Nee, no. met Mike van Rusty Ox en Milaning, dat ben ik. Ja, ik werd net bescholen van vals spelen, dus... Ja, dat komt omdat je vals speelt, denk ik. Ik denk dat je daarom beschuldigd werd. Oh, nice. Wow. Want ja, ik heb twee van die speciale power-up balken en daar is Milan het niet helemaal mee eens. Nee, ik word hier keihard gepest. Ik wil zeggen, volgens mij ben jij toch wel bij het ei, dus... Ja, omdat ik gewoon een Harry Potter master ben. En dan even terug gaan naar de volgende aflevering, dat Milan maar brons kreeg bij een draak en ik goud. Omdat jij wist dat er brons goud te halen viel. Dat kwam omdat er bij jou brons stond, Milan. Ik word hier snoeihard gepest. Ik lijk Paddy wel, zo hard word ik gepest. Ja, dat is niet best. Ron, zeg niet tegen Emeline dat zij je een hand moet geven. Je... Want ja, vervolgens doe je zelf helemaal niks, manneke. Nou, daar moet ik eerst nog een andere spreuk voor krijgen. Wie ging er dood? Oh, Hermeline. Oh, en ik ben dood. Erop, Harry. Oh ja, tuurlijk. Rennen! Dit is echt helemaal nieuw voor mij. Oh. Zo. Beam. En toen hadden wij het level ook klaar. En dan voor elke ding kan je... Ja, voor elk personage kan je die. Ja, maar ook voor elk level kan je dan een iets nieuws, een kaartje aan opgeven, toch? Ja. Oh nee, wacht, dat is helemaal niet goed. Ik moet drie Wizard Shields meer hebben om naar deze locatie te mogen. Oh, ik mag er wel heen. Bijzonder. Nee, dat is weer naar de volgende, hè? De volgende locatie. Oh, naar de volgende. Oh, dan moet je... Oh, dan moet ik er drie meer hebben. Oh, als dat alles is. Als ik er nog drie meer moet. Wacht, dat betekent dat ik heb er... Dat betekent dat Milan er nog zes moet. Eens even kijken, wat moet ik doen? Wat was dat ding? Ik moet ergens heen, maar ik weet... Auw. Kom maar, Barry. Doe dat hek open. Oh, Harry. Je kan er nog niet eens heen, Milan. Nee. Oh. Mensen, ik heb de voorsprong. Dat is de goede staf. Spreukenboek! De wie van de wattenspreuk? De vuile beta-spreuk. Oh, heet dat zo? De vuile beta? Ja. Wat kan ik hierheen? Nee, ik heb nog geen ketel. Een ketel? Oh, daar kan ik nog niet heen, want ik heb die spreuk nog niet die jij hebt. Hoe heette die Hibificus? Zet zeg. Ja, zo heet die.
Dat zegt Harry, dus ik geloof Harry. Hey, kikker! Zou Ron ook leuk vinden, Hermeline vangen. Zou het voor jou Ron vangen? Lekker, hop! Manneke leert gelijk te vliegen. Is hier lang stuk en één stuk doorlopen. Kom op, Ronald. Ja, mag ik je spel afsluiten en nooit meer aanraken? Ja. Ik heb hier bijen. Echt, jongen. Die bitches kunnen echt helemaal niks. Het is niet te geloven. Ja, eens. Hoe kom ik? Ah, dan werkt dat zo. Auw. Kom hier, vuile pitta. Denk ik goed? Ja. Top. Ja, ik geloof je goed. Oh, ja, ja. Hermelien, kom maar af met je vuile bitch dit zijn hoofd. Zo! Vuile bitch. Oké. Okay. Kan je hem niet omhoog doen? Nee, dat moet hij uit zichzelf doen. Nou, dit is het stukje waar ik echt een hekel aan heb. Ik moet deze precies zo mikken dat hij precies goed komt. Leuk. Ja. Ron, hou op over je beans, jongen. Oh, ik heb de helft. Ik wist dat ook een ding was. Ron, waar mik jij op? Die was weer te hoog. Vraag me af dan hoe ik hierboven kom, want ik kan die steun steen niet mee omhoog nemen. De steen niet mee? Oh, volgens mij is er ergens nog eentje. Is er ergens nog een steen? Tenminste, dat denk ik, want als... Oh, wacht! Jij probeert het... Milan, jij denkt er te moeilijk over na. Jij moet hem niet daar omhoog doen. Tenminste, dat denk ik. Nee, hij kan hier niet omhoog. Nee, dat is juist het hele ding. Hij kan wel omhoog, maar volgens mij doe je dat verkeerd. Probeer het eens via dat houten stuk. Ja, dat heb ik al geprobeerd. Maar hij, kan niet, boven dat laatste level heen, zeg maar. Kijk, hij kan hier opstaan. Hier kan hij opstaan, alleen hij kan niet nog eentje hoger. Nee, dan komt dat jullie alle drie dan een stukje omhoog moeten. Ja, maar dat was ik net. Wel? Oh. Oh, fijn. Oh, ik loop mezelf gewoon helemaal vast ondertussen. Kijk, hij gaat gewoon niet hoger dan dit. Oh, nu wel. Oh, wacht. Ja, huh? Ja, nu, ja, nu doen we. Wat? Ja, dan komt dat de meester mee heeft gekeken. Dat denk ik. Of het is gewoon pure toevalligheid dat het nou wel lukt. Waarom zijn hier zoveel van die tyfus bij je? Ja, Ron, more beans.
Nou, Marien, succes. Het is jouw toekomstige man. Dus als hij over Beast moet ophouden, succes. Ho, Harry. Ga nou niet ineens liggen vliegen, jongen. Ron, gaan we nog helpen of wat is dit? Ja, Ron kennende. Wacht, waarom doe ik die spreuk op een bij? Ik wil de carpe rectactum hierop doen. Oh, voor de mini-schild kom ik later wel een keer terug. Hé, hey, ik ben buiten. Jee, buiten! How dare you be buiten? Ja, dat durf ik gewoon. Dit geluid bevalt me niet. Waarom is er nog een? Aqua Erupto? Oh, tuurlijk. Je kilt er één en meneer twee komt meteen tevoorschijn. Wat een gezelligheid. Maak hem af, schroeistaarder geschreven. Doe het nu. Don't. Nee. Maat. Auw. Oh, en ik ben dood. Zie. En Ron is ook dood. Ah, kwijt rukt al, jongens. Nu spammen. Emmeline, val aan! Emmeline! Waarom wil jij een steen oprapen? Omdat het Emmeline is. Ik moet te ver terug. Dit kan nooit goed zijn. Laat me met rust, dank je. Maar waarom wil deze niet dood? Wow. Ja, Ron, lekker. Duw hem achteruit met een steen, jongen. Wat maakt die steen alweer uit? Oh, Ron is dood. Verrassend. Ron, kill. En hij heeft net zichzelf getoond met een steen. Fantastisch weer. Ik heb hem. Jezus, Ron en Hermeline proberen alleen maar stenen naar zijn hoofd te gooien. Zo zijn Ronnen en Hermelinen. Ja. Zo, tijd om hier weg te gaan. Dit schildje mij nemen en door. Dus ik heb ook keihard van die grote schild gezien, dus ik mag ze allemaal nog niet oprapen. Oké, hier mag ik dus blijkbaar ook nog niet heen. Mag ik dit pompoentaartje hebben? Maat, ga weg met je kut bij. Nou, daar kan ik ook nog niet heen naar de grote schild. Ik zie hier zoveel grote schilden, maar ik mag ze gewoon niet oprapen. Wie is er dood? Oh, Ron weer. Zeg het. Weet dat meisje ook weer wat hem Ronnie Pony noemt?
Belinda. Ja, je zou vast blij met hem zijn. Hij gaat er hier alleen maar dood. Nice. Met trots op Ron dat hij alleen maar dood gaat. Kijk, mag ik nu een retract op doen op dat hek? Op dat... Nee, niet op die ketel. Dank je. Echt, jongen. De game design, holy shit. Yep. Of was hier geen? Oh, hier was er geen. Oh. Kan ik deze... Nee, ik kan deze niet behexen. God, wat een ellende. En daar ligt niks. En dan gaan we maar gewoon naar binnen. Ik herinner me niet dat de kassen zo groot waren. Echt, hè? Ja. Ze zijn gewoon gegroeid. Ja, zeggen dat gaat hard dan. Nou. Oh, gaan we doen? Oké, er is heel veel smekkies. Oh, nee. Maak hem af bij je, maak hem af! Jongen. Bifficus. Hey, ketelkoeken, hier komen. Nee, waarom? Nee, auw. You dead. Nee, ik heb nog 16 HP. Harry, snel. Oké, en loop, jongen. Lopen. Nee, waarom? Waarom is de school zo... Waarom kan de school geen trappen bouwen? Oké, ik word gewoon 5 krachten in elkaar gestoken. What the fuck? Een nieuw spelboek. Ai, ai, ai. En ik heb bijna... Ja, ik ben nu boven. Maar nu komt de ellende volgens mij. Kan een nieuwe spreuk. En meneer, het maakt me niet uit of de professor blij is. Ik wil hier niet doodgaan namelijk. Maakt niet uit, Ron. Is het een of het ander? En ik heb halve school gesloopt. Perky zal blij met me zijn. Natuurlijk heb je die dingen ook nog. Harry, we gaan rennen alsof het leven ervan afhangt, jongen. Harry, loop gewoon die trap af, jongen. Oh. Oh, en deze trap is wel goed gebouwd. Waarom hadden we deze niet gewoon genomen de eerste keer? Dat moet niet te makkelijk zijn, hè? Tjoo. Oh, natuurlijk. En nu staat de. Ah, nu staat de greenhouse in de fik. Tjoo.
Hoppa, ik heb hem. Dat betekent, ik ben klaar. Oeps, daar is hij. Daar is hij. Oh, hey, de tijd is ook voorbij. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigo.